Laat aan de eerste vlog van vandaag, want het is al reeds 18 minuten over 3. Maar dan kan de pret niet drukken. Wat wel de pret kan drukken, dat is ik zelf. Want ik heb kralende hoofdpijn en ik ben misselijk. Het wil me niet over, het wil niet zakken. Het is triest, hopeloos rot weer. Dat helpt ook al niet mee bij mijn hoofdpijn. Ik heb gisteren amper op Facebook gezeten, want ik kon het gewoon niet handelen. Ik heb lekker rustig aangedaan verder. Dus ik denk, we kijken het allemaal maar. En ik ben op een gegeven moment naar bed toegegaan. En ik ben pas heel laat uitgekomen. Ja, nou, lekker per. Mijn lichaam die heeft toch gewoon een keertje nodig moet kunnen. Maar oké, ik ben nou even met een spelletje bezig. En het regent steeds. Ja, momenteel is het weer droog, maar ik heb ook nog koffie. Misschien dat het dan... ik heb ook al gegeten. Misschien dat het straks wel wat zakt. Maar ik moet eigenlijk nog even naar de Dekamarkt. Ja, want... De doosje is leeg. Ik heb niks meer. Dus ja, ze moeten wel weer hebben. En Frodo is ook met zijn laatste blik bezig. Dus ja, ik moet even weer voor die iets halen. En ook een kattengriep. Dus ja, ik moet even dierenboodschappen doen. En het meeste. Ik moet ook wel wat voor het eten halen aan groenten. Maar het is het meeste eigenlijk voor de diertjes. Ja. Maar ja, maakt ook allemaal niet uit. Ja, ik moet wat blikgroenten hebben. Verse groenten heb ik in de vriezer nog genoeg allemaal. Maar dat doet er allemaal niet toe. Er moet wel ook even wat makkelijks komen. En ik heb geen noedels meer bijna. Dus ja, ik moet even boodschapjes doen. Ja, we halen weer van alles en nog wat in huis. Maar ik hoop dat het gewoon gedaan kan worden terwijl het droog is. Ja. Maar in ieder geval, Ewen die is eindelijk rustig. Die liep net mijn hoofd gek te zeuren. Terwijl ze eten had gehad. Ze had alles gehad wat een poezebeest wilt hebben. Aandacht, aaien, liefkozen, alles. En ze liep met te zeuren en te zeuren. Dan legt ze dat eindelijk op haar troontje. Ja. En Frodo die is buiten. Wat die uitspookt weet ik ook niet. Ik hoop niet dat die ondeugend is. Ja. Hé, lief zijn. Ja. We zullen even zien wat er... Oh, ik zag net zijn kat boven komen. Kijk, daar was die. Ja. Daar was meneertje. Hé? Ja, kom maar. Kom dan. 1, 2, doe niet zo kinderachtig. Kom op. Kom op. Je bent gek. Ja, je bent gek. Je bent gek. Maar kom op. Goed zo. Nou, ga maar liggen. Ja, mijn loodje. Hé, mijn loodje. Ja, dat ook dieren kunnen vreemd en gek en raar doen. Net zoals een kind, ze kunnen rare aandacht vragen, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie middag. Ik probeer het op mijn manier ook eventjes te doen. En ik spreek jullie later wel weer, als ik weer terug ben van boodschappen doen. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis voor boodschappen doen. En jullie weten waar de schuur is. En daar staat mijn scootmobiel in. Dat is dat hokje daar ook. Dat is de schuur. Maar het was mij te zwaar om het allemaal naar huis toe te tillen. Dus ik heb er later bij gepakt en daarmee opgehaald. Ja, ik zal het jullie laten zien. Dat is de rollator. Is ooit van mijn mama geweest, van mijn moedertje. En nu is hij dus van ik. Ik loop er nog niet zoveel mee. Dat loopt me nog niet. Nou, 2 zakken kattengrit, mijn eigen tas. En een zak
vol met boodschappen en meer voor die en die. En die rode, maar die is, weet ik niet eens. Ik weet echt niet waar die is. Gandalf! Where are you? En ze zijn weer ergens druk aan het werk, maar waar? Vraag me dat maar niet naar, want dat weet ik niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zal de boel gaan we opruimen, ja. Laten we dat maar eens gaan doen. Is dat op de rem? Nee, ik sta niet op de rem. Waarom rijdt hij dan niet? Weet ik niet. Nou, dan zet ik jullie zo neer. Zo. Nou, dat wil even niet. Zo, nou zijn we in de keuken. En dan moet ik jullie daar even weghalen. Ik zet jullie even op het aanrecht neer. Zo. Even draaien. Ja. Voilà. Zo. En dan moet hij op de rem. Dat is die rode, dan moet die andere rode hebben. Zo. Deze is het zwaar. Zo. Die staat op de grond. Ik ga mijn eigen tas even wegbrengen. Mag ik even door, dames en heren? Dank u wel. Dus twee zakken kattengrit. En die hier zet ik beneden neer, want die breng ik echt niet naar boven zoals ik nou mijn gevoel en ben. Nee, dat doet Rebecca wel of degene die invalt. Ja, ik weet niet of de grond is ook nog steeds ziek. Zo, nou die. Ha, mijn hemel. Als het over een obesitasfiguur heb, is die wel. Ja? Wat is het, meisje? Zo. Nou. Dan zullen we jullie laten zien. Ik heb altijd deze chips. Die vind ik het lekkerste. Ik hou niet van die leestroep. Dat is allemaal heel erg vies. Smerig vet. Dat haat je tegen de gehemelte. Nou, daar hou ik toe. Helemaal niet van. Nee. En nou. Nog een zak dus. Koek. Nou, wie lust dat niet bij de koffie? Dat toch? Gevulde koeken, nee, appelkoeken. Want gevulde koeken, die zeg maar met de, omdat de verpakking vernield is, zijn de randen van de gevulde koeken ontzettend hard. Niet echt lekker meer. Dan hebben we ook nog broccoli. Voor 65 cent. Ja, ja. Mijn eigen robots die ik altijd heb, die waren op. Dus ik heb maar een halve goedkoop gepakt. Dat was het goedkoopste. Hij is enkel mager. Nou ja, er moet toch het een het ander af. Dus magere robots. Uiteraard een bounty. En een fles wijn. Hek altijd. Nou, dan heb ik er misschien 1, 2, 3. Drie van deze dozen. Voor Eeuwen en Kandal. Er moet er eentje hier blijven, die andere terug naar de kast. En dan heb ik. Even zien hoor. Die moet ik even hebben.
Dan heb ik voor Frodo. Oh, twee van die. Kip en groenten. En dan heb ik twee van deze. Rundgevogelde pasta en groenten. Nou ja, wat wil die nog meer? Ja toch? Dus dat gaat. Hij is met z'n laatste met bezig, dus hij hoeft dat nou nog niet eruit te hebben. En dan heb ik voor bij mijn blik groenten. Een blikje spersiebonen. Ik heb een blikje doppertjes met worteltjes. En ik heb een blikje mais. Dus ja, dat kan allemaal naar de kast. Dus dat gaat gewoon. Ja, dat gaat gewoon weer terug naar de tas. Laat ik zo maar doen. Ja, ook een slokje. Ja, dat heb ik niks te doen. Hé, hey, jat niet van een ander. Ik heb Frodo. Kom maar, man. Hij speelt van je. Mag niet, hè? Pak maar hoor. Ja. Kan dan die stal? Nou, dat mag niet. Dat moet hier. Moet ik morgen weer, want ik moet ook nog broodjes, brood halen. Maar ik moet ook naar de FOMAR. Ja. Want, zoals voor Frodo, hebben ze daar ook weer een andere smaak aan vlees. Nat voer dus. Het is maar één soort, maar. Dat hebben ze bij de Deka niet. Dus ga ik daarvoor naar de woonmarkt. Haal ik daar ook twee blikken van. Nou, en de rest van de boodschappen daar even. Van brood. Van boter, dat lust ik niet op mijn brood. Dus dat gaat niet door. Nou. Dan kan dat naar de kast. Gaan we de kast inruimen. Gaan jullie mee? Ja, hè? Ja. Gaan we samen doen. Nou. Ga je ook mee? Ga je ook mee? Ga je mee? Moet je even weggaan? Ik moet hem even op mijn voet hebben. Dat gaat ook al niet. Oh, hij is zwaar hoor. Moet ik blikken. Nou. Dan zetten we die stoel even weg. Kan ik er even beter bij. Ja toch? Ja. Vind ik van wel. En ik moet ook ruimte maken, denk ik. Nou, zien we zo wel. Zo. Nou, wat ik dan doe. En toen gingen die uit zichzelf ook nog uit. Ja, automatisch ging die uit. Helemaal uit. Waarom die helemaal uit ging, weet ik niet. Maar doet er niet toe. Ik ben er weer. Zo, we gaan er nu een lekker bakje koffie maken. En daarvan genieten. En Karin die had een prachtige mooie foto gestuurd van de hondjes. Daar ga ik even een plaatje van maken en het moet weer renderen. Ja, het moet allemaal gebeuren. Dus ja, ik hoop dat ik jullie vandaag nog zal zien. Al is dit geloof ik de tweede vlog toch? Ja, ik word later uit. Maar ja, ik praat nou al heel lang, dus ik heb jullie het een en het ander laten zien. En de dieren zijn een beetje aan het maf doen, ook al zit nou toevallig buiten. Ja. Maar oké, ik ga lekker een bakje koffie doen, lieve vrienden. En geniet verder van jullie dag en ik zeg tot straks.